In deze video, video 12, ga ik jullie laten zien dat een onderzoek verschillende vormen kan aannemen. Ik ga jullie uitleggen welke vormen dat zijn en wanneer ze wel of niet van toepassing zijn. Nou, het vaststellen van welke vorm je onderzoek heeft is onderdeel van de ontwerpfase uit de onderzoekscyclus die ik besproken heb met jullie in video 4. Nou, welke vorm van je onderzoek van toepassing is, hangt primair af van of je onderzoek kwalitatief of kwantitatief is. En het verschil tussen deze twee soorten heb ik met jullie besproken in video 2, dus als je daar nog wat over wil weten, kan je het beste die video er eerst even bij pakken. Nou, we gaan even beginnen met de kwantitatieve vormen. Dus stel je voor dat je onderzoek kwantitatief is, dan heb je twee vormen die je onderzoek kan aannemen. En de eerste vorm is een survey en de tweede is een experiment. Nou, laten we beginnen met het woord survey. Het woord survey lijkt natuurlijk op het woord surveilleren en dat is eigenlijk ook precies wat het betekent. Surveilleren betekent waarnemen. En in deze onderzoeksvorm betekent het eigenlijk dat je een bepaalde situatie van een bepaald fenomeen of een bepaald verschijnsel gaat waarnemen. En het doel van een survey is daarmee over het algemeen dat je de huidige situatie gaat beschrijven. En aangezien het een kwantitatief onderzoek is, doe je dat waarschijnlijk met behulp van getallen. Een survey is niet hetzelfde als een enquête. Vaak wordt dat wel zo vertaald, maar een enquête in het Engels is eigenlijk een questionnaire. En een survey kan je uitvoeren met onder andere een questionnaire, maar er zijn ook andere dataverzamelingsmethoden die je kan gebruiken om die beschrijving te voltooien. En als je daar meer over wil weten, dan kan je die bekijken in video 14. Wanneer is een survey nou wel niet van toepassing? Nou, een survey die is goed in het vaststellen van meningen en van situaties. Nou, als we het hebben over meningen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, wat is op dit moment de populairste politieke partij van het land? Nou, dat is natuurlijk een mening van personen. En die mening kan je vaststellen met behulp van een kwantitatieve survey. Als het gaat over situaties, zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een vraag als in, hoeveel mensen hebben nou een koophuis? Nou, de situatie die het leven van mensen beschrijft, die kon waarschijnlijk een percentage uitrollen dat dan beschrijft hoe de huidige situatie in elkaar zit. Belangrijk om je te realiseren is dat als je een kwantitatieve survey doet, je van tevoren al weet wat de mogelijke antwoorden zijn. Dus als we gaan kijken naar wat is de populairste partij, dan moet ik wel weten wat dan de partijen zijn waarop iemand zou kunnen stemmen. Of als je gaat kijken naar, hebben mensen wel of niet een koophuis? Ja, dan moet je dus wel kunnen zeggen of je in een koophuis woont of niet. Of misschien in een huurwoning. Dus je moet van tevoren weten wat de mogelijke antwoorden zijn. Anders kan je ze nooit tellen en nooit uitkomen op een getal. Een survey is goed in die twee dingen, maar is niet heel goed in het voorspellen van gedrag of het aantonen van causaliteit. En daar zal ik eens een voorbeeld bij pakken. Toen de BTW omhoog ging een tijdje geleden, is er onderzoek geweest. Is een enquête gevoerd, dus een kwantitatieve survey. En daarin werd gevraagd van, goh, als de BTW nou omhoog gaat, gaat u dan meer of minder kopen? Nou, je kan je voorstellen dat de mensen die dat hebben ingevuld, toen massaal hebben geantwoord, 75% antwoord, ja, als de BTW omhoog gaat, hou ik minder geld over, dus ga ik ook minder uitgeven. Nou, de BTW is toch verhoogd en daarna zijn uiteraard ook weer metingen uitgevoerd. En daaruit bleek, zoals je al een beetje aanvoelt komen, dat de aankopen helemaal niet verminderd waren of amper verminderd waren. Dat heeft ermee te maken dat mensen hun eigen gedrag niet kunnen voorspellen en dat door het stellen van vragen of het observeren van een bepaalde situatie, het niet heel makkelijk is vast te stellen wat de toekomst gaat zijn of wanneer het een het ander gaat veroorzaken. Daar hebben we namelijk een andere vorm voor en dan kom ik meteen bij experiment. Nou, wat is nou een experiment? Een experiment is het manipuleren van een praktijksituatie zodanig dat je het effect van één interventie kan meten waarbij je alle andere mogelijke effecten gaat uitsluiten. En daarmee is een experiment dus juist wel goed in het aantonen van causaliteit omdat je zegt van nou, ik ga één ding doen, alle andere dingen gebeuren niet omdat mensen in een gemanipuleerde situatie zitten. En daarmee kan ik eens kijken, als er een effect optreedt, moet het haast wel het gevolg zijn van die ene interventie die ik met deze groep aan het doen was. Het doel daarvan is dus ook vaak om een hypothese te toetsen. Vaak is hypothese, ik heb een of andere interventie, bijvoorbeeld een medicijn, en dat doet iets. En met behulp van zo'n experiment kan ik dan toetsen of dat medicijn daadwerkelijk doet waarvan ik denk dat het doet. Nou, als je dit verhaal gehoord hebt, dan zou je misschien ook kunnen realiseren dat een experiment houden niet hetzelfde is als experimenteren. Bij experimenteren denk je aan, ik heb hier een mooi flesje en daar gooi ik chemisch middeltje 1 en chemisch middeltje 2 is. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik doe het gewoon en dan ga ik gewoon kijken wat eruit komt. Nou, dat is experimenteren. Bij een experiment is dat juist niet. We weten al wat er mogelijk uitkomt. We gaan alleen toetsen of dat ook echt daadwerkelijk gebeurt. Nou, omdat zo'n experiment lastig is op te zetten, gaan we hier dieper op in video 13. Dus als je daar meer over wil weten, dan kan je daar naar kijken.
Dat waren de twee vormen van kwantitatief onderzoek. Er zijn uiteraard ook twee vormen van kwalitatief onderzoek. Die twee vormen zijn 1. Een survey, die komt je als het goed is bekend voor. En 2. Action research. Nou, hier hebben we dus ook een survey, maar hier neem je de situatie waar. Niet met behulp van cijfertjes, maar op een kwalitatieve manier. En vaak is dat omdat het fenomeen nieuw is. Dus daarmee gebruik je een kwalitatieve survey om meningen en situaties te ontdekken. Dus als we nog even teruggrijpen naar het voorbeeld van net, waarbij we wilden vaststellen hoeveel mensen nou eigenlijk in een koophuis wonen. Voordat we kunnen vaststellen hoeveel mensen daarin wonen, moeten we eerst vaststellen wat zijn dan de mogelijke manieren waarop iemand kan wonen. Nou, dat is een kwalitatieve survey. Het ontdekken van waar mensen zoal kunnen wonen. Of als we gaan kijken naar die politieke partijen, zou een kwalitatieve observatie zijn: welk politiek gedachtegoed is er nou in een bepaald land aanwezig? En daarmee kunnen we nieuwe vormen ontdekken. De tweede vorm van kwalitatief onderzoek is action research. En je voelt de bui al een beetje hangen. Action research is de kwalitatieve tegenhanger van een experiment. Want zoals een experiment geschikt om causaliteit vast te stellen, zo is action research geschikt om causaliteit te ontdekken. En daarmee staat action research dus eigenlijk wel gelijk aan experimenteren. We gooien dit en dit bij elkaar en we gaan eens kijken of er een causaal verband is tussen die ontploffing die gaat plaatsvinden en die twee middeltjes die we bij elkaar hebben gegooid. Het leuke van action research is dat je probeert bepaalde causaliteit te ontdekken. Waar je zegt, hey, ik heb een of ander probleem en ik heb een bepaald aantal mogelijke oplossingen. Die ga ik gewoon eens proberen. Ik ga kijken of ze werken. Dat doe ik vaak samen met de populatie. En als ze werken, dan kan ik zeggen, oké, nou, dit leek te werken. Dan kan ik de oplossing een beetje verfijnen en dan kan ik kijken of die oplossing dan gaat werken. Of ik kan zeggen, nou, het werkt helemaal niet en dan ga ik een totaal andere oplossing proberen. Omdat action research natuurlijk een kwalitatieve methode is, omdat er heel veel gebeurt en omdat je natuurlijk mengt met de populatie, zijn er heel veel kwalitatieve vraagstukken die je kan stellen bij het trekken van conclusies op basis van deze werkmethode. En daarom is het heel erg belangrijk om een bepaald logboek bij te houden, zodat je kan hardmaken dat de uitkomsten ook echt kloppend zijn. Nou, dit gezegd hebben, zijn dus 4 onderzoeksvormen. Maar er zijn nog 2 dingen die ik met jullie wil bespreken, die gelden voor al die onderzoeksvormen. Allereerst is het Hawthorne-effect. Nou, uit onderzoek uit het verleden in de Hawthorne-fabrieken is gebleken dat als mensen doorhebben dat ze onderzocht worden, dat ze zich op een andere manier gaan gedragen dan ze deden toen ze niet onderzocht worden. En hetzelfde geldt voor dieren, daarom zijn we vaak stiekem in de jungle de apen aan het observeren, of voor natuurkundige deeltjes. Op het moment dat je ze aan het meten bent, gaan ze zich misschien anders gedragen dan dat je ze niet aan het meten bent. Het is altijd zaak om dus welke vorm je ook gebruikt, het Hawthorne-effect te voorkomen en ervoor te zorgen dat jij met je onderzoekende houding zo min mogelijk het natuurlijke gedrag van je populatie of niet van je steekproef beïnvloedt. Een tweede punt is dat we proberen triangulatie te bereiken. En triangulatie wil zeggen het inzetten van meerdere onderzoeksvormen om 1 onderzoeksvraag, een hoofdvraag of een deelvraag, te beantwoorden. Nou, als namelijk uit die 2 verschillende onderzoeksvormen eenzelfde soort antwoord komt, dan verhoogt dat de betrouwbaarheid dat 1 van deze antwoorden daadwerkelijk correct is. Samenvattend. Er zijn 4 onderzoeksvormen die je kan inzetten. 2 daarvan zijn kwantitatief, de kwantitatieve survey en het experiment. En de andere 2 zijn kwalitatief, de kwalitatieve survey en de action research. Afhankelijk van de situatie is de een wel en de ander niet van toepassing. En bij beide vormen moet je proberen ervoor zorgen dat het Hawthorne-effect niet optreedt. En probeer je triangulatie toe te passen om de betrouwbaarheid te verhogen. Nou, zoals gezegd zal ik in de volgende video nader ingaan op de onderzoeksvorm experiment.